Goedemorgen, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. De dag begon met veel bewolking en daaruit viel regen en motregen, maar boven het kanaal zien we al wat opklaringen, die komen onze kant op. Vanochtend dus nog hier en daar gespetter, maar vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk lichter en aan het einde van de ochtend breekt ook wat vaker de zon daardoor. En vanmiddag zien we die weersverbetering in het hele land, dan is het grotendeels droog en loopt de temperatuur op naar 21 graden in het noorden tot zelfs 24 of 25 graden in het zuiden. Dat zou je nu nog te amper kunnen denken. Vanmiddag dus heerlijke omstandigheden. Vanavond ook nog wel. Maar aan het einde van de avond neemt vanuit het westen de kans op regen en onweer toe. En vooral om de nachtelijke uren trekken er zware buien over het land. Daarbij kan het echt fors onweren. Morgenochtend trekken die onweersbuien naar het oosten weg. En dan wordt het vanuit het westen weer flink zonnig. Dus morgenmiddag hebben we opnieuw het beste deel van de dag. 18 tot 22 graden is dan. De zaterdag verloopt grotendeels droog, prima temperaturen wat mij betreft, 19 tot 24 graden. Zondag wordt het warmer, 24 tot 29 graden, maar neemt in de middag wel weer de kans op buien toe. En maandag is de warme lucht dan weer verdreven. Volg nieuws op Weerplaza vandaag. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.